Oh! We zijn er weer. Hey, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het klepje zit er nog op. Top. Ik ben vandaag in de kringloop in Den Haag bij Rattenplan. En met mij. Ik ga home, kleding, we gaan alles doen. Ja. En we gaan jullie meenemen. We zijn een beetje outfit, maar het komt vast weer goed. Jongens, we beginnen bij het begin. Look at all of this. Wat is er nou weer? Is de camera? Wat is er? Mee, hang even op. Mee. Mijn telefoon is. Gaan we naar buiten weer? Maar heb je hem nodig? Ik ben het is echt de vierde keer. Nee, vijfde keer dat we naar de auto lopen. Nee, oké, vier dan. Omdat ME neemt de camera mee, geen batterij. Ze loopt terug. En geen SD-kaart. Ze loopt terug, neemt de batterij mee, vergeet de SD-kaart. Dan loopt ze terug, de SD-kaart kapot. Verpakt ze via de SD-kaart. En toen, en nu is de telefoon vergeten. Dat vind je raar. Weet je het zeker dan? Ja! Die mensen gaan echt denken, wat doen hun? Want ik wil echt nooit opvallen met die camera, weet je wel. Zij willen zien hier zo. Nee, grapje. Ik ben weer blij. Oh, voor mijn man. Hallo. Jongens, hebben jullie ooit zoveel glazen en dingen gezien? Ik moet me echt inhouden hoor. Want ik heb al te veel. Ja. Nee, weet je wat ik wil? Ja, ik wil echt zo'n whiskyglas. Whiskyglas? Ook al, ja, ik drink geen whisky. Oh. Maar ik vind het wel leuk. Nee, weet je wat ik leuk vind? Oh ja. Nee. Je weet toch zo'n... misschien is dat wel hier. Zo'n soort fles waar je dan whisky in doet, maar dan gewoon voor deco. Oh ja, ja. Weet je zo'n... Dat is een beetje kristal beetje kristal. Ja. Zou je dat hier hebben? Nou, ik heb wel heel vaak zoiets gezien, ja, maar dan zijn ze bijvoorbeeld heel dof of zo. Dit is zo schattig. Ik krijg gewoon een plantje in hoor. Heb je een beetje op zo'n mason jar-achtig iets, melkflesje? Ja, yeah, I love it. 25 cent. Oh, dat vind ik schattig hoor. Oh, love. Want ik zoek zeg maar een nieuwe vaas. En kijk, ik heb dit soort vazen, weet je wel. Ook gewoon dit soort vaas ook hoor. Ja, dat vind ik, ja, klopt, bij jou op tafel. Ja. Maar als je dit gebruikt, dat is best wel leuk. Is hartstikke leuk. 3,50. Ja, is dat de prijs? Oh ja, maar dat is een goede prijs. Dat... Is dat voor een goed merk nou, of zo? Nou, dat weet ik. Hoe ik eerder gaat, weet ik niet. Maar iedere keer als het een beetje duurder is, zit dit eronder. Dus dan zal het wel, zal iets, wel zijn. Iets zijn. Dus mensen die hier prijzen, die hebben er wel meer verstand van. Wow, waarschijnlijk. Dit is echt heel schattig. Ja, cute hè? Wil jij hem niet? Wil jij hem? Nee. Ik vind hem echt leuk voor jou ook. Maar het is meer als vaas, hè? Want ja, ik gebruik hem in mijn huis moet ik een grotere hebben. En deze is leuk voor bij jou gewoon. Ja, mooi voor op je eettafel. Kleine ruuske. Ja, maar schattig. Okay. Ja. Hot vlot. Let's go. Who wants this? Nee, kijk, ik zou dit soort dingen gewoon kopen voor de leuk. Snap je, wat moet ik hierin doen? In de oven kan je dat doen, toch? Ja. Maar ja, heb je een voorgericht voor een baby? Nee, maar ik doe zeg maar altijd... Wisten jullie dat je echt zulke goede dingen kan vinden bij de boeken? Je moet echt gewoon heel goed zoeken. Wat? Oh my god. Oh, maar hoe cute is dit? Ja, en ik ga het dan in beige maken of zo. Oh my god, love. Maar wat ga je dan om de plant? Plant. Ja. Ja. 5,50. Let's go. Jullie vermenging. Toch? Ja. En zeg maar 1 euro en je hebt echt masterpieces. Kijk, deze guy heeft een hele leuke podcast. Naast is van de kringloop van heel oldschool Engelse Harry Potter boeken. 2. Dus ik wil eigenlijk een serie, zeg maar, de serie vinden helemaal. Een kringloop. Ga zoeken dan. Ik vind het wel echt weer leuk. Ik ben weer in mijn element. Ja, het is echt leuk, hè? Ja, ik heb het echt gemist. Kijk. Vervulling van je wensen door positieve gedachten. Zo leuk. Oh my god, ik ga deze nemen. Nou, ik ben hier nog wel even op. Ja, ik ben er even. Is goed, hè? Hey. Later, hè? Ik vind dit soort dingen dus echt super interessant. Ja. Ik heb echt psychologie moeten studeren. Nou ja, ik dacht misschien vind ik een plaat voor je. Oh. Maar
Ik weet niet of je dat vindt. Echt zo heel, echt heel Nederlands, zeg maar. Klaar is soms wel moeilijk, ja. Kijk, Gerard, toen hij zo een stukje jonger was. Ik herken niemand anders, volgens mij. Nee. Of qua gezicht, ik zie wel namen. Ja, Dolly Parton en zo. Oh ja. Nee. Lagerfestival, jawohl. Gaan we weer. Nee, dankjewel, mee. Oh my god, zit hier echt al foto's nog in? Oh nee. Oh my god, mee. Ik ook. Wat? Waarom zou je dit in een kringloop doen? Ja, maar dat is gewoon iemand die overleden is en heel het inboedel gaat dan hierheen. Wow, wauw, waar zal het zijn? Oh, dit is echt leuk. Het is volgens mij Aziatisch. Wow, sick. Wacht. Interessant wel. Wat grappig. Oh, wat is dit? Ja. Dit is echt heel, heel mooi. Heel mooi. Ja. Best wel leuke foto's. Heel interessante echt foto's. Hele... Ook van... Oh, dat is echt leuk. Ik heb nog nooit zoiets gehad. Zou het een van deze mensen zijn? Nou, weet niet hoor. Het is gewoon van iemand. Een van deze mensen zijn het. Ja, dat zal wel, ja. Kijk, French. French. Ze zijn allemaal French. Amsterdam. Hey, Amsterdams. Nou zeg. Kijk wat hier staat. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de la vie. Sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. Het is hier zo groot. Zeg maar, hier ben ik toen met Lynette in de Vintage Week geweest. Het was heel de kleding. En dan daarboven heb je nog meubels. We hebben zoveel honger. Dat we eventjes. Ik had het willen eten. Trouwens, hè. Eén, wat was het? 1,50? Ja? Ja, toch? Ja, prima. Kijk, tostieke. Hier, mijn ketchup. Kijk, hoeveel. Tof, hè? Ik heb nu het gevoel dat we een challenge genoemd. 3, 2, 1, kom! Nou, we zijn aangekomen op de kledingafdeling. Ik heb niet echt iets nodig, heel eerlijk gezegd. Maar we gaan wel even kijken of we wat treasures gaan vinden. Kijk! Dit is een t-shirt dress. Oh, wat een kolletje. Of niet? Oh, het zou een mooie lengte zijn. Het komt net boven je knie. Ik zou even passen als ik jou was. 3 euro. Nee. Ja, de last. Oeh. Ja. Maar deze. Deze is best sick hoor. Je hebt toch zo'n soort dreamgroep bij de weekday? Ja, met jou. Ja. Ja, is wel cool. Dit is wel cool, hè? Kijk eens. Wat is er? Me. Hard to find, hard to forget. Ja. Dit is zo leuk voor het strand. Ik heb veel ruimte. Van de Primark. Mooie hals. Dat wel. En meestal iets voor, nou ja, wat wij dan voor de beach vinden. Dacht kijk, best leuk. Weet je, je bikini en dan heb je dit, weet je wel. Toen zagen we dit. 9,50 voor dit. Nou, I don't think so. Kijk, ik vind net dit. En er zit dus zo'n hele grote riem op de achterkant. Ik weet het niet, maar we gaan even kijken. 5 euro. Is het te kort? Nee. Ik zou die even passen als ik wel was. Ik weet niet wat dit is, maar... Jurkje. Ja, dat snap ik. Maar meer van, ik weet niet hoe het gaat staan. Ik ook niet. Nou, dit wel. Gewoon meenemen. Nou, oh! Ik dacht, ik was stoer. Ik dacht van... Nee, ik ben van dit wel leuk, hè. Nee, die ander. Die, die van O'Neill. Oh ja, deze. Ja, die is echt heel leuk. Die is ook echt heel leuk. Maar kijk. Dit. Why? Ik kan niet uitstikken zo. Ja, dat kan denk ik wel. Mag ik eens voelen? De expert. Ja, dat kan wel. Maar misschien laat het een dingetje achter. Kom even. Ja. Ik wil even je reactie zien. Dat is over carnaval. En wat voor styling. Bij me. I love deze. Past dit bij mij? Bruggen. Kutzooi. Wat is dit? Dat meen je niet. Maar wacht, misschien kan je hem omdraaien. Kan dat? Nou, misschien zou je hem kunnen omdraaien. Nee, nee, hij is gestikt. Hallo, dit is fucking schattig hoor. Zonder bruggen erop. Nee. Nee, hij staat aan de achterkant even bij de leuke staan. Ja. Kijk, het is altijd een dress. Wat zijn er weer bruggen op? Kom op. 2 euro. Ik had die echt genomen. Oh my god,
Ik dacht, dit is het. Nee. Dit is het niet. Ik heb Cashman. Kijk, hier is het allemaal gestikt. Ik schrok. Ro. Het doorgaan, hè? Ja. Maar jouw blik was ook... Ja, maar dit zit een gat in, hier zit een gat in. Nee, joh. Oh my god. Deze is echt heel leuk. Ja, maar stofje ook. En de kleur is ook mooi. Heel mooi. Oh my god. Waarom vind je dit nou weer? The fuck? Je bent bezig met een hoed van Brugge. Ik ga het. Mooi. Een vergeven camera. Vraag ze mij wat voor telefoonprovider ik heb. Ik zie net deze hangen. Dit soort dingen is altijd zo handig. Gewoon echt super mooie kleur. Dit is de status. Ja. Love. Dat is een Nou, bedankt, bedankt. Daar zijn alle blazers en. Oh, let's go. Dit is trouwens behind the scenes van. Ik vind Rattenplan Den Haag altijd zo leuk. Er zijn er zoveel blazers. Zoveel kleding. En echt wow. Tassie. Wat vinden we hiervan? Oh, leuk. Maar een beetje te groot misschien, hè? Terwijl hij kleiner was. Oh my god, dat is zo leuk. Dit is echt leuk. Sportchic. Nou, ik vind het dit. Maar ik weet niet zo goed of dit mij zou staan. Blouses staan mij meestal niet. We gaan even over de reden gaan, ja. Hey, oppas je nou, hè? Nee, ik ben ook voor Ajax. Grapje, ik ben echt voor niemand. I don't give a shit. Als je voor Ajax bent, ben ik voor Ajax. Je bent voor Ajax? Ja. Inmiddels zijn we in de kamer. Ik heb echt helemaal vol. Dus, let's pass it. Dit is geen succes. Ik lijk echt op een meisje van 10. Ik heb de t-shirt dress aan. Ik vind het best wel leuk. Vooral met die kool. Dat is het met t-shirt dressen. Het lijkt echt alsof je alleen een t-shirt aan hebt. Dat is het ook gewoon. Maar ik weet niet. Ik moet er toch een beetje aan wennen of zo. Dat heb ik echt nog nooit aangehad. Oh, ik vind hem leuk. Ja, dit. Maar zo... nee, ik vind hem is het niet leuk. Van... Oké, dan wil ik eigenlijk hoog sokjes. Zo. Nike sokjes. Okay. Oh mijn god, mee. Dit is echt heel leuk. Die kleur. Wat mooi! Dat heb je nog niet? Nee. I'm so proud of you. Dat heb ik nog niet uit. Oh, I love it. Dat vond ik ook leuk. Ja, superleuk. Superleuk. Love. Echt een goeie. Okay. Als je mij zo ziet lopen. Dan? Vind je dat al leuk? Ja. Yeah. I like. Hey. Ik vind het heel tuttig, maar ook weer leuk. Snap je? Het is heel tuttig leuk. Oh, heel leuk. Nee, het is echt. Ik heb er nog nooit zoiets aan gehad in mijn leven. Ik twijfel nog een beetje, maar. Deze. Maar. De riem is kapot. Kijk. Er zaten allemaal touw waarschijnlijk. Maar anders was het op zich best wel leuk geweest. Oké, ik heb dit aan. Het is wel leuk. Nou, je ziet die kleur zo niet heel goed. Ik heb het zo geknoopt. Nou jongens. Is het een look of is het een look? Ik weet het niet. Maar ik heb nu dus met die tas gedaan. En ik weet niet of je het goed kan zien. Je ziet het zo. En hij is dus minder geel in het echt dan dat hij op camera lijkt. Hij lijkt echt super geel, maar hij is niet geel. Hij is een soort van beige... ja, beige-achtig. Dit is de trui. Maar ik heb echt zoveel sweaters, dat ten eerste. Maar ik vind het een beetje dat ik op mijn monnik lijk. En meestal dat wel meevalt. Maar de trui is wel leuk. Alleen, ik moet echt wennen aan dit. Deze tas moet ik echt nemen. Vet vintage. Maar ik had dus deze gevonden en ik vind dit... hoe heet het, Emmy? Board. De board. Dat is echt super, super mooi. Deze wel... ik vind het echt heel leuk. Misschien met een denim of met een... ja, met een flared kan ook wel. Laatst heb ik deze trui. Echt een hele basic trui. Maar dit is echt een trui die je overal kan dragen. En I love it. Zijn beide.
meubels. Je hebt daar een roze muur. Ik was je kwijt. I found you. Zo, het is echt een heel mooi kastje. Ik heb hier even alles geïnstalleerd, because I'm not sure yet. Oké, ik ga deze sowieso nemen. Deze is 4,50. Ik ga deze ook nemen. Deze is maar 2,50 volgens mij. 2 euro. Mijn t-shirt dress, denk dat ik die ook neem. Die is 3 euro. En dan twijfel ik alleen nog over deze. En zeg altijd bij twijfels niet doen, hè. Maar kijk, dit. Dit is zo'n ding die ik al heb. Echt? Ja? Ja, maakt de keuze wat makkelijker. En ik heb mijn kannetje en ik heb een boek. Dus dat is niet heel veel bij elkaar. En mijn tas. De bag vind ik ook wel echt heel cool. Dit heeft hij meegekocht. Oh, wauw. Wow. Fluweel. Oké. Thank you.